Bibi Diabokoua bedankte voor de eer. En dus moesten Patrick en Rafa van Sweet Coffee voor hun vierde album op zoek naar een nieuwe zangeres. Ze vonden er vier, plus twee mannelijke. Het resultaat face-to-face kregen we gisteren te horen in de Ancienne Belgique in Brussel. Met verschillende zangers werken is iets dat we eigenlijk al van in het begin wouden doen. Maar omdat we ervoor telkens goede zangeressen hadden, kwam het er maar niet van. En de platenfirma pusht ons erop om meerdere nummers met diezelfde zangeres op te nemen. En op den duur was Sweet Coffee een trio. Maar eigenlijk is Sweet Coffee gewoon Patrick en ik in de studio. En liefst met zoveel mogelijk zangers en zangeressen. Bibi Diabokoua heeft, denk ik, een klein jaar geleden... laten horen dat ze andere prioriteiten had, andere interesses om te gaan doen, zowel muzikaal als privé. We hadden al verschillende nummers, ik denk een stuk of 6, 7 nummers. Mm-hmm. En omdat zij al op voorhand had gezegd van kijk, ik heb andere interesses, privé en muzikaal, hadden wij gezegd van oké, we gaan met Sweet Coffee sowieso weer vocaal. En toen hebben we besloten van ja, zonder Bibi verder te gaan. Dat is wel leuk. Dat is een afwisseling. Veel verschillende zangers, veel verschillende stemmen. I'm the jazz girl. Then you've got Vanessa. She's really bah. And you've got Chai, who's got another color in her voice. And you've got Samia, who was from the first album, we've all got different colors. So I think that's cool. You know, it's like a bouquet of flower, man. Beautiful bouquet of flower. Everybody getting together, colors of the rainbow. Beautiful. Everybody wants to be your friend. Too many ways of communication. De nieuwe zangers en zangeressen zijn heel spontaan op ons pad gekomen. We hebben er niet echt naar zitten zoeken door de contacten die we al hadden in het milieu. En dan 1+1+1. Op den duur hadden we. Het was heel makkelijk eigenlijk. I come to 3 and then we jump. 1, 2, 3. Yeah! Ik denk dat Jackie Jones een van de twee rustige soul stemmen, de smooth jazz vocal. Jackie is in bepaalde toonaarden is hij super, super sexy gewoon. Where do we go? What do we do? Ja. Chai is echt een rots in de branding voor ons. In de zin van. Zij heeft al heel veel ervaring. Zij heeft voor Ozak Henry de backings gedaan, voor Axel Red. Voor Natalia doet ze de backings. Wel, Vanessa is een meisje dat in het Brusselse woont. Was voor ons een totaal onbekende. Maar de moment dat ze in de studio kwam en achter de microfoon ging staan, ze hebben met 2 achterover gevallen en was het direct klaar. C'est un peu les rêves de petite fille de pouvoir faire des salles mythiques. Et Sweet Coffee m'a apporté cette expérience, j'oublierai jamais. It's great to work with them because I've known them for a while and I've always admired what they do, so it's really my cup of tea. I want to see some smiling faces in here. Up there. Up there. Dus het is wel zo, het is de eerste keer dat we met zo'n grote bezetting een album voorstellen. En het is toch moeilijker als gedacht. In de zin van, je hebt de strings, je hebt in plaats van 1 zangeres nu 4 zangeressen. De MC's moeten ook een plaats hebben, de sax, de percussie, Pat en ik. Het is toch niet zo makkelijk als we dachten, maar ik denk wel dat het gefine-tuned is. Thank you for an amazing night. Thank you, thank you, thank you. We love you.